We werken vandaag met een format met 2 open vragen en 6 warme suggesties waar we op jullie steun rekenen. Jullie hebben het al voor jullie gezien. We hebben ze wat groter gemaakt, de bordjes, als normaal. Misschien kan je ze ook meenemen naar de kamer. Kan je daar misschien nog wat padellen van uit op donderdagmiddag. Maar op die manier gaan we het debat eigenlijk vormgeven. Onze sector. Voordat we van start gaan, lijkt het mij misschien niet slecht om nog eens heel even in een notendopje te zien naar wie we zijn, wat we voor jullie als overheid ook betekenen. In 2022 droegen we maar liefst 2,3 miljard btw-opbrengsten bij aan de Belgische schatkist. Als je ziet, het aantal arbeidsplaatsen meer als 152.000. Dat is vast deeltijds en het speciaal regime, waaronder de flexijobs vragen. En ook veel studenten vinden bij ons eigenlijk een eerste start. Ook dat intermediair verbruik, ik wil dat toch eens toelichten. Hè. Dat is rechtstreekse aankopen in onze economie. Hè. Dat is niet over zee, dat is niet in andere landen, dat is gewoon hier. Dus het duidt ook aan het belang van die secundaire keten. Denk maar aan de groothandels, denk maar aan de voedingsbedrijven, denk maar aan bakkers, beenhouwers. Wat we zeker sinds corona gezien hebben, is dat mensen dichterbij gaan kopen. Dus toch een punt. Maar jullie zagen ook de maar, 1,7 netto rendabiliteit uit ons dataonderzoek wat we gedaan hebben samen met Graden. Wat beduidend minder is qua mediaan dan de andere sectoren. En ik stipte het al aan, eind 2023, 1912 faillissementen in onze sector. Net onder het niveau van 2019, maar vooral veel meer dan in 2022. Helaas, duidelijke cijfers die zorgwekkend zijn. 30% van de 75% gezonde bedrijven kunnen geen volgende schok meer herhalen. Uit onze bevraging eind 2023 bleek dat vooral de loonkost zwaar heeft doorgewogen in 2023. Ik weet, er wordt heel vaak heel veel over gezegd, maar misschien toch is nuttig dat we er een grafiek bij halen om eens te tonen wat dat binnen ons paritair comité concreet is. Je ziet, ja, de piek die we in 2023 hebben meegemaakt is echt uitzonderlijk. Voor ons vragen uitzonderlijke momenten, uitzonderlijke maatregelen. Heel veel organisaties vragen een indexsprong, vragen een netto-indexering. Maar Horeca Vlaanderen hebben aan de regering in oktober 2022 een gecorrigeerd voorstel gedaan. Wanneer het gemiddelde index van de laatste 5 jaar overschreden is, wordt wat het in januari is automatisch netto. Plus 25% patronale bijdrage. Toen was dat zo voor de flexijobs, 25%. Mag altijd terugkomen. Maar om toch ook de overheid een aantal middelen aan te reiken. Dat heeft dat helaas niet gehaald. De medestanders waren beperkt. Onze vraag aan jullie allemaal is 1. Hoe staan jullie over maatregelen in uitzonderlijke situaties? Kan daar iets rond gebeuren? En indien niet, ja, hoe zien jullie dan die oplossing voor de ondernemers? En ik stel voor dat misschien West-Vlaanderen aftrapt. Meneer Van Eekhout, voorzitter van Groen. Ja, dank u wel. Ja, ik snap voor alle duidelijkheid heel erg wat de impact is van zo'n gigantische indexsprongen op het moment dat het, of indexstijgingen op het moment dat, dat er grote crisissen zich voordoen. We moeten tegelijk goed bewust zijn dat België het land is geweest waar dat mensen hun koopkracht het best is beschermd doorheen de crisisperiodes. En wie zijn natuurlijk die mensen? Dat zijn de consumenten bij ons, al onze horeca. Zaken. Dus als het gaat over gaan ingrijpen in die crisisperioden op die index, dan dreig je net de stok waar je op zit als sector ook te gaan afzagen en dreig je eigenlijk je sector in een crisis te duwen, doordat het eerste wat mensen doen als ze minder loon en minder loon overhouden op het einde van de maand, is gaan snoeien in hun consumptiepatroon als het gaat over horecaactiviteiten. Dat weten we eigenlijk ook uit onderzoek. Dus voor ons is het absoluut niet de beste zaak om op dat moment in crisisperioden aan die index te gaan tornen. Laat ons net dan die koopkracht hoog houden om de herstart na de crisis van de horecazaken, om die voor ogen te houden. Dus ook niet in dit voorstel blijft de netto-koopkracht wel behouden, maar scheelt het 5 tot 5,5% voor iedere ondernemer. De koopkracht tasten we niet aan. Dat is niet bespreekbaar. Het automatisch systeem, hoe dat nu is vandaag, blijft dat behouden. Wij blijven geloven dat het automatisch indexeren het beste systeem is om koopkracht te beschermen, maar 2, om onze overheidsfinanciën gezond te gaan houden. Er zullen heel wat collega's waarschijnlijk straks zeggen, ja, we gaan het gewoon netto doen, maar dat zullen dan diezelfde zijn die gaan waarschuwen voor een gat in de begroting. En het is natuurlijk het een of het ander. En ik denk dat de horeca ook niet zit te wachten op extra belastingen om later het gat in de begroting te gaan dichten. Duidelijk standpunt. Voorzitter De Wever, ik zie u neerschudden. Ja, ik ben het er helemaal niet mee eens. De loonkost is in 2023 met 17% gestegen volgens de Europese Centrale Bank. Het gemiddelde van de eurozone was 9%. Stijgt bij ons ook veel sneller dan onze directe buurlanden. Dus dan heb je een probleem. Hè. Koopkracht die beschermd wordt van een job die verdwijnt, daar heb je niks aan. En het is natuurlijk vooral de koopkracht van de overheid die beschermd wordt, gezien de extreme loonweg in dit land. Meneer Mayet heeft het nog eens gezegd. De oplossing voor de begroting zijn massale loonsverhogingen, want bij elke loonsverhoging wordt de schatkist veel rijker. En dus wij denken dat als er veel indexsprongen zijn,
overschrijdingen zijn in een jaar, dat je inderdaad naar netto-index moet gaan. Dan wordt inderdaad de koopkracht van de werknemer beschermd, maar is het wel de overheid die op dieet moet gaan. Want inflatie is natuurlijk voor een speelzuchtige overheid en een schuldverslaafde overheid een gouden zaak. En ik vermoed sommige partijen, misschien niet aan deze kant van de tafel, maar aan de andere kant heel expliciet, dat ze daarop aansturen, hoge inflatie, omdat dat leuk is als je als overheid veel geld wil uitgeven. Maar je helpt wel je economie om zeep. Dus netto-index inderdaad. En eigenlijk op termijn liever naar een systeem van all-in-loonakkoorden per sector. Zodat je een beetje rekening kan houden met de omstandigheden in een sector en afstappen van het centraal loonoverleg en de loonbepaling. Helder standpunt. Dank u. Ik ga naar de overkant van de tafel. Regeringspartij om te starten. Hè. Het heeft het niet gehaald binnen de regering, ons voorstel. Collega-organisaties hebben ook andere voorstellen gedaan. Wij hebben een middenweg trachten te zoeken. Was het zo moeilijk om iedereen te overtuigen? Maar ik denk dat we hebben moeilijke jaren achter de rug gehad. Hè. De horeca heeft dat natuurlijk enorm gevoeld. Maar we hebben denk ik als regeringen, hè, zowel de federale als de Vlaamse regering, wel belangrijke maatregelen genomen om die sector, de horecasector, ook door te krijgen. We hebben onder andere de 6% BTW-verlaging tijdelijk doorgevoerd. Vlaams heeft heel veel premies uitgereikt. En daarmee zijn we toch wel door die moeilijke jaren gekomen. Die inflatie heeft de regering een andere maatregel genomen. Hè. Men heeft twee kwartalen een korting van 7,07% gegeven. En voor de twee laatste kwartalen van vorig jaar heb je uitstel gekregen. Dus men heeft wel een keuze uitstel gemaakt. Uitstel is geen afstel. Is geen afstel, maar men heeft wel een keuze gemaakt om ook die energiecrisis en dus die index-explosie er is geweest, om die ook te verzachten. Maar het is wel duidelijk, en dat is natuurlijk niet enkel voor de horecasector. Ja. Dat is voor alle sectoren, ja, dat we aan die loonkost gaan moeten werken. Hè. En daar zitten wij ook op de lijn dat we naar die netto-indexering gaan moeten gaan. Hè. We moeten zorgen dat die koopkracht overeind blijft. Hè, want daar heb je gelijk, Jeremy. Belangrijk dat koopkracht overeind blijft, hè, ook voor horeca. Dat mensen blijven verteren, hè, en op restaurant gaan. Maar we moeten zorgen dat de loonkost voor bedrijven natuurlijk onder controle blijft. Dus geloven wij ook wel in die netto-indexering. Als je mij dan vraagt hoe gaat je betalen, ja, ik denk dat we natuurlijk zo naar fundamentele hervormingen moeten gaan. Ik denk dat zeker, dat er nog te veel mensen zijn in dit land die kunnen werken en niet werken. En die moeten we aan de slag krijgen. Er zijn 1,3 miljoen mensen in dit land die niet werken, maar wel zouden kunnen werken. Ik denk, mits een loonkostenverlaging, mits sterkere activering, moeten we vooral zorgen dat meer van die mensen aan de slag gaan en dat we op die manier gezondere begroting kunnen hebben. En dan kunnen we die netto-indexering wel degelijk aan. Nee, maar ik denk ook dat we vooral nood hebben aan grote systemische structurele hervormingen. En dus ja, ik begrijp in tijden van crisis dat je moet zien wat je kan doen. Is er mogelijkheid om uitstel te geven aan een aantal bedrijven? Zijn er mogelijkheden om, zoals Unizo al voorgesteld heeft, ook je indexkorf te gaan herbekijken? Drie, als je kijkt naar de energieprijzen, want die zijn vooral degene die de meest bewegende factor zijn geweest aan die grote volatiele effecten van de index. Ja, hoe kunnen we onze energie opnieuw onder controle krijgen? Je moet dat zien op te lossen op een structurele basis, in plaats van te proberen een aantal zaken beetje bij beetje aan te prutsen, wat finaal effectief een impact heeft op de koopkracht van de mensen. Dus één, ja, de automatische indexering, die moet kunnen blijven bestaan. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat mensen kunnen consumeren wanneer ze op café of op restaurant gaan. En twee, zorg er alsjeblieft voor dat de hervormingen die onze partij op tafel heeft gelegd, de BTW-hervorming waar de horecasector zo vragende partij voor is, zorg ervoor dat die er komt. De fiscale hervorming om de last op arbeid te verlagen, waar iedereen vraagt, zorg ervoor dat die er komt. Maar ik vind het effectief, en Jeremy heeft erop gealludeerd straks, nogal vreemd om dezelfde partijen die heel vaak terecht wijzen op de foliekes van Magnet, die een gigantische impact hebben op onze begroting, om diezelfde partij dan te horen spreken op een aantal zaken van bruto naar netto te gaan laten evolueren als het over de index gaat, wat finaal een impact heeft op de overheid. En aangezien het een impact heeft op de overheid, zal de overheid het altijd verhalen op de burger. En dat mogen we niet laten gebeuren. Meneer De Wever, ik zag u ook kijken. Ik hoor snel een regering vormen. Ja, snelle regeringen ben ik absoluut voor. Tegenover. Ja. Ja, we zouden zelfs de dag na de verkiezingen al willen starten. Nu, snel een regering vormen is heel nuttig als die regering ook iets doet. Ik hoor hier de mensen zeggen, structurele hervormingen, dat is hetgeen dat we nodig hebben. Systemische hervormingen. Maar zijn die er dan gebeurd de afgelopen jaren? Ik heb die helemaal niet gezien. En wat men deed, bijvoorbeeld die zaken flexijobs, was dan nog vaak in de verkeerde richting. Activering, erover spreken, dat is heel nuttig, dat is heel mooi, maar er is een partijvoorzitter die net een loonsverhoging of een arbeidskostenstijging van 20% heeft voorgesteld. Is dat degene waar je een snelle regering mee wil maken? Is dat de bedoeling? Allee, wij hebben absoluut behoefte aan systemische hervormingen, zoals in de Zweedse regering. Tax shift, die ook een tax cut is. Maar dan moeten er bepaalde waarheden uitgesproken worden. Dat zal niet kunnen zonder een zeer diepe, langgerekte sanering van de overheidsfinanciën.
Als je meer actieven wil, dan zal je geld moeten gaan halen. En dat zal dan bij de uitgaven naar de passieven zijn. Sociale uitgaven in dit land zijn van 100 miljard 2013. Voorbij de 150 miljard 2023 en gaan naar 200 miljard. Als wij die delta niet platduwen, dan is dit allemaal praat voor de vaak, hoor. Dan zal die ruimte er niet zijn. En wij zullen op korte termijn een begrotingstekort van nu... We gaan richting 40 miljard volgens het planbureau. Dus dan nog eens beloven dat we allerlei lastenverlagingen op korte termijn gaan doorvoeren. Dat is niet realistisch als je niet alle waarheden durft uitspreken. Dus zo'n hervorming 9 en 21 over alle sectoren heen, alles op tafel durven spieren, dat is eigenlijk de enige manier om met iedereen snel te beslissen of dat haalbaar is of niet. Ik denk dat je dat zal moeten doen. Uw debat heeft mij gedwongen om nog eens in het oerwoud te duiken van de btw-stelsels. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik heb een speakbriefje nodig om te onthouden hoeveel btw je wat moet betalen. Dus dat je naar harmonisering gaat en dat de bedoeling is dat dat ook een taxcut is voor onze ondernemingen. Dat is nogal helder. Dan zal je aan de andere kant... We moeten alle waarheden durven uitspreken. Als je geen zware sanering van de overheidsfinanciën op dit moment durft voorstellen, ja, dan ga je daar niet komen. Dus het ene, maar dus ook het andere. Duidelijk. En dan stelt zich de vraag natuurlijk van waar moet het geld wel komen? Okay. En dan vind ik wel effectief dat de superrijken onze samenleving moeten bijdragen. Dat is een fiscale hervorming. Dat ontbrak, vond ik, in de discussies nu van Vivaldi. Dat is altijd accijnzen verhogen. In onze pocket is dat geen probleem. BTW in onze pocket is geen probleem. Maar een vermogensbelasting voor de superrijken zou ons een paar miljarden opbrengen dat we in onze economie kunnen inpompen. Ja. Nu, dus 5,4 miljard... Die superrijken zitten niet in onze sector, nee, helaas, bij de ondernemers. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is het effectief. Het is niet in de sector van Eureka dat die zich bevinden. Het is in de financiële sector, bankensector, industriële sector. En ik vind dat we daar 1%, 1 of 2% gaan halen. Maar altijd in de zakken van de consument komen halen, vind ik veel te gemakkelijk in onze politiek vandaag. Ah, de samenvatting is eigenlijk dat we uit een periode komen van een aantal gemiste kansen op dat gebied. Ik ga eerst verwijzen naar het blijkbare grote succes van de tax shift in de Zweedse regering. Sorry, dat was een ongedekte cheque die we vandaag nog altijd in het gat van de begroting zien. Hè, waar er nooit nagedacht is van oké, we geven een lastenverlaging, maar niemand denkt na over hoe dat we dat gaan financieren. Waar we tot op vandaag de afbetaling moeten voordoen. Meneer De Wever, ik zag u toch wel grijnzen toen meneer Van Eekhout verwees naar de Zweedse regering. Ja, als je een taxcut kan organiseren, stelt dat een uitdaging voor de begroting. Maar dat is nu net wat ik zeg. Er moet een sanering van die overheidsschaven gebeuren in zaken de sociale uitgaven. En dat is een realiteit die je onder ogen moet zien. De fairy tale dat je dat bij de superrijken gaat halen, de grote bedrijven, de multinationals. Onze 30 grootste industriële bedrijven zitten op een productieniveau van het jaar 2000 op dit moment. Onze industrie is gekrompen met 5%. Ik ben die mensen gisteren gaan toespreken. Als je daar het idee op tafel legt dat we er nog eens miljarden gaan halen, ja, dan sla je gewoon de bodem onder onze economie onderuit. Dat zijn fairy tales. Wij moeten de overheidsuitgaven in dit land afbouwen. Dat zullen we 10 jaar lang moeten doen. En grote beloftes zal je niet moeten maken. En voor elke verlichting van lasten die je geeft aan ondernemers, bijvoorbeeld voor uw sector, zal je moeten durven zeggen wat daar tegenover staat. Al de rest zijn sprookjesverhalen. Die grote fiscale hervorming van meneer Van Petegem, die ging op het einde nog over 2 miljard. Peanuts. En meneer Boucher had 100% gelijk, hè. Er zaten heel veel aspecten in die zeer nadelig waren om tewerkstelling te organiseren in dit land. Nu zeggen de grote hervorming van Vivaldi had er kunnen komen als Boucher er niet was. Sorry, dat zijn sprookjes. Men moet ophouden met dat soort dingen te vertellen. De waarheid van de cijfers onder ogen zien. En die ziet er niet zo fraai uit na Vivaldi. Ik zag al veel enthousiasme hier rond de tafel, maar de maatregel, het aantal fiscaal vriendelijke uren voor jobstudenten van 600 uur, een goede maatregel die genomen werd in 3 en 24, kan dat alsjeblieft een definitieve maatregel voor? Wat is jullie verdict? Kunnen we daar een definitieve maatregel van maken? Oei, 5 ja's en 2 nee's. Ik stel voor dat we het met een... Ik stel voor dat we met een neetje beginnen. Ja, dat is altijd de beste manier om snel aan het woord te komen. Een unieke positie proberen in te nemen. Ik denk dat het belangrijk is, dat heel belangrijk is dat studenten kunnen werken en dat die extra bijverdiensten kunnen hebben. En ik zie ook welk belang dat geeft voor de sector zelf om daar gebruik van te kunnen maken. Maar er wordt daarnet gesproken over de nood om mensen te gaan activeren.
En wat je dus doet, is door uit te breiden naar 600 uren en die maatregel structureel te maken, is dat je laaggeschoolde werklozen uit de markt prijst en het minder aantrekkelijk maakt voor de sector om die te gaan aanwerven. 600 uren, dat is ongeveer een derde. Dat is ongeveer een derde van een voltijds werkjaar. En dus de keuze maken om op die manier te gaan doen, lijkt het voor ons evident. Uiteraard, voor mij mogen studenten onbeperkt werken. Voilà. Voilà, geregeld. Dat is dan niet. Voilà. Ik zou graag mijn zin nog... Sorry, we hebben weinig tijd, meneer. Alles voor de maag is niet waar. Van mij mogen studenten onbeperkt werken, maar het gaat er natuurlijk over, moeten zij dat doen aan een fiscaal gunstig tarief, die dan ook weer kost aan de staatskas. Meneer De Wever, we proberen snel... Ik zal misschien eens voor een andere sector spreken, de publieke sector. En al die laaggeschoolde, bereidwillige, werkwillige, waar zijn die eigenlijk? Wij schrijven heel veel vacatures uit, er komt niemand op af. De demografie van ons land is van die aard. Dus je spreekt over debatten binnen 20 jaar, wie dan leeft zal dat zien. De komende 10, 15 jaar hebben wij iedereen die wil werken, die zou je moeten bedanken met een bloemeke. En als die 600 uur, 1000 uur, 2000 uur willen werken, dank u wel. Al die beperkingen moeten er allemaal uit. Iedereen die kan werken, wil werken, die moet je uitnodigen op de werkvloer. We hebben een hervorming gehad van de flexijobs met een maximumloon in de private sector per uur. Ik heb dat vanmorgen opgezocht. Dat bestond alleen in Cuba tot voor kort. Daar heeft men dat afgeschaft. Een maximumloon per uur in de private sector. Om maar te zeggen, studentenjobs dus. Als u alle Belgische partijvoorzitters had uitgenodigd, dan hadden de ja's en de nee's helaas wat meer in evenwicht geweest dan deze tafel. Maar hier, de beweringen die hier worden gedaan over dat we mensen zouden ontgrieven, in de werkloosheid zouden doen, door te flexibiliseren op de arbeidsmarkt, dat getuigt van een totale niet-kennis van wat de arbeidsmarkt in Vlaanderen vandaag is. Totale niet-kennis. Kom. Ik zag nog... gezien de beperkte tijd stel ik voor dat we overgaan naar de volgende vier. En waarom zeg ik vier? We gaan ze één per één benoemen. Omdat we die eigenlijk ook voor jullie een beetje berekend hebben. En laat ons daar eens even de grafiek bij halen. Als je op restaurant gaat, weten ook... Ja, maar we hebben het uitvoerig gedaan. Een planbureau kan niet altijd alles berekenen. Ik wil ons kenniscentrum ook bedanken om hiermee aan de slag te gaan. Voor alle duidelijkheid, dat is in duizenden euro's. Maar belangrijker is, en Jeremy zal heel blij zijn, dat het een groene balk is onderaan, dat het een positief saldo. Indien we volgaan met de suggestie voor een gelijk speelveld, in een tussenfase naar die BTW-hervorming de non-alcoholische dranken op 12% zet, dus dat alles ter plaatse, een beetje die harmonisering al, voeding en non-alcoholisch ter plaatse 12 is in takeaway 6 en alcohol 21, en we ook de indexering van de bestaande doelgroepenkorting vragen voor de horeca, komen we op een minimaal, maar wel positief saldo uit. Dat vraagt moed en laat ons dan de eerste stelling voor die moed daar misschien toch eens bij nemen. Ja, kiezen voor een gelijk speelveld. Ik hoor het overal als ik in Vlaanderen op bezoek ga bij onze ondernemers. De geregistreerde kassa, die verplicht is vanaf een omzet van 25.000 euro ter plekke geconsumeerde voeding, werd vanaf 16 definitief ingevoerd en is in Vlaanderen zeer goed ingeburgerd. Een hervorming is alleen haalbaar als je de moed hebt om dat overal door te trekken voor dezelfde activiteiten aan de basis. Maar helaas vielen die voorstellen die we daar rond gedaan hebben met trouwens ook Horeca Brussel en Wallonië in oktober, misschien zeer uitzonderlijk op een koude steen. We vragen hier aan de partijvoorzitters even waarom het noodzakelijk is en of zij bereid zijn om die stap te zetten. Want ik hoor hier vaak, hervormingen zijn pas mogelijk als het betaalbaar is en er moed nodig is. Wij hebben net u in een eerste raming aangeduid dat het kan, maar je moet die wel moed tonen. Kunnen we op jullie rekenen voor meer eerlijke concurrentie en dus een gelijk speelveld? Voilà, geregeld. Je krijgt de wettekst straks mee. En dan kunnen jullie daar eigenlijk volgende week mee aan de slag. Ik ben blij dat te horen. Op de weer. Ik heb als student zelf in de horeca gewerkt. Ik heb ook de opbrengsten ervan in de horeca belegd, als je begrijpt wat ik bedoel als student. En ik moet toegeven dat ik daar regelmatig in het zwart werd betaald. Die feiten zijn ondertussen verjaard. Het strafste dat ik ooit heb meegemaakt is dat ik heb opgediend op het bedrijfsfeest van de belastingen. En dat werd voor een deel in het zwart betaald. Ik zweer het u, dat is een waar gebeurd verhaal. Dus overal de witte kassa lijkt mij een goede operatie. Ik denk alleen dat de groene balk die u hebt getoond, dat je die zult nodig hebben om een aantal overgangsmaatregelen tijdelijk te geven, om de sector daar ook helemaal door te helpen. Dus ik geloof niet echt in die opbrengst op korte termijn. Maar ik vind het wel logisch dat je gelijk speelveld creëert. Sta ik helemaal achter. Wordt dat morgen in het parlement ingediend? Wij stemmen ja. Ik ben heel benieuwd
de rest van de FIFA, van de Vivaldi-collega's. Ja, ik moet zeggen, ja, of dat je dat ook gaat stemmen. Nee, we zijn bereid. We hebben daar, 3 maanden tijd. Dus ik geloof daar geen snars aan. Dus ik geloof daar dus geen snars aan. Blij dat we hier zo over eens zijn. De flexijobs waren een schitterende uitvinding bij de invoering van de geregistreerde kassa en hielp onze sector maximaal vooruit. Helaas werden zij in oktober duurder, complexer en beperkter voor al onze ondernemers. En wij vragen sindsdien non-stop om het oude terug in te voeren. Ik kijk eens uit naar hoe onze tafel daaraan denkt, maar ik zie een revolutie. Alleen de oppositie is tegen. Diegenen die hebben het ingevoerd zijn allemaal voor en de oppositie is tegen. Dus ja. Wel, dus, ik ben een beetje verbaasd, dat geef ik wel grif toe, omdat we daar al enkele maanden op zitten te hameren, dat er toch een aantal aanpassingen moeten gebeuren. De realiteit voor veel ondernemers is dat uw barman die in de ene zaak voltijds werkt, dat vanaf 1 januari niet meer mag in uw andere zaak, maar wel bij een conculega aan de overkant. Voelt vreemd aan. Het was een succesvol systeem. Er zijn veel uitdagingen in het land. En in plaats van een succesvol systeem te behouden, gaan we wat goed werkt veranderen en het moeilijker maken op het terrein. De vraag van Horeca Vlaanderen was sinds oktober luid en duidelijk. Geef ons dat oude systeem terug. Indien er misbruik is, kom met ons rond de tafel zitten om beter oplossing te maken. Maar dat heeft het helaas niet gehaald. Overnight werd er ons iets in de mand geduwd waar we vandaag nog steeds de gevolgen van dragen en waar wij resoluut voor vragen om op korte termijn een aanpassing te doen aan die wetgeving in de programmawet. Ik geef jullie allemaal de kans, gezien de immense impact op onze sector, om hier vandaag op te reageren als slot van dat beeld. Dat lijkt mij ook gepast. En staat u mij toe dat ik ermee begin met degenen die aan de basis ooit lagen van de flexijobs. Wij zijn niet tegen de uitbreiding naar andere sectoren, maar we hebben daar wel een hele dure prijs met de horeca voor betaald. En het is ons onvoorkomen. Plots, dat voelt bij ons slecht aan. Gaan jullie dat terug op tafel leggen om dat ongedaan te maken? Voor alle duidelijkheid, wij waren nooit vragende partij om die limieten in te bouwen nu. Wij zijn de vaders van de flexijobs. Het systeem is ongelooflijk populair. 125.000 mensen die in het systeem al werken voor de horeca. Wat u zelf aangeeft, een ongelooflijk belangrijke maatregel die is ingevoerd. En ja, gelet op de grote personeelstekorten, waar we natuurlijk dat systeem ook graag uitbreiden naar andere sectoren, waar men ook heel blij is dat men er kan gebruik van maken. Maar het zijn, en daarom, ik ben ook een beetje verbaasd met u, want het zijn de andere partijen, vooral linkse partijen, die zeiden, flexijobs, dat is een gevaar. Hè? Oei, dat moeten we vooral beperken. Hè? Dat moet je opnieuw, moet je vooral beperken. En dus is in die onderhandeling, is men daar snel afgekomen met limieten. Daar hebben we eigenlijk nog voor gezocht, denk ik, dat de grootste ongeluk, hè? Men sprak van 6.000 euro, hebben we naar 12.000. Als nu blijkt, hè, men heeft ons gezegd 12.000, dat is echt wat de uitzondering dat je daarover gaat. Als nu blijkt dat dat inderdaad iets is dat vaak voorkomt, dan moet dat wat ons betreft zeker terug op tafel. Maar ik heb begrepen dat andere partijen die in de regering niet aan onze kant stonden om dat af te blokken, nu opeens bondgenoot zijn. Dus zijn er misschien wat mogelijkheden. Wat mij betreft, zo, hoe rapper hoe liever, hè, evident. Wij hebben geen vraag gesteld naar die limieten. Meneer De Wever, u sprak al over Cuba in uw antwoord. Beetje raar, langs, omdat hij duw mond te houden. Ja, ik was er wel tegen, hè? Geen zorgen. Het vaderschap van de flexijob is hier opgeëist. Het vaderschap zit eigenlijk bij de Zweedse regering. En men heeft dit systeem nu echt totaal verminkt. Met een verhoging van de werkgeversbijdrage. 12.000 euro plafond, maar dat is niet geïndexeerd. Waardoor het systeem de facto gaat uitdoven. Dus zij die de flexijobs wilden, de communisten buiten de regering en die in de regering, die hebben eigenlijk hun slag thuis gehaald. En ik heb nog nooit zoveel verontwaardiging gezien aan een tafel over iets dat je zelf hebt gestemd. Hè? Zelf hebt gestemd, nog maar een paar maanden geleden. Iedereen zegt hier, we moeten naar het oude systeem. Jullie hebben dat allemaal mee gestemd, hè? Dus ik ga je naar huis met 2 wetsvoorstellen die ik onmiddellijk zal schrijven vanavond. 1 voor de witte kassa en 2 om terug naar het oud systeem te gaan. Ze zijn klaar. Ik ben nu heel benieuwd. Of die heilige verontwaardiging zich gaat doortrekken in stemgedrag tegen die Vivaldi-regering. Misschien zitten gewoon in de verkeerde regering, collega. Misschien is dat het probleem. Een regering die effectief redeneerfouten, zoals ik die u heb doormaken, dat er economische activiteit... Er gaat belastingen verloren als men mensen meer laat werken. Maar dat is niet waar. Er gaat economische activiteit verloren als men mensen niet meer laat werken. Dit vertaalt zich gewoon in sluitingsdagen. Als je in het buitenland kijkt hoe horeca floreert, hoe die open is, en je komt dan bij ons en je kijkt maandag dicht, dinsdag dicht. Hoe komt dat, denk je? Daar wordt uiteraard geen belasting op betaald. We snijden in ons eigen vlees. We zitten in een tijdvak. Iedereen die wil werken, die bereid is om iets bij te verdienen, die verdient een bloemenkee. En geen beperkingen om die mensen de facto thuis te houden. Dat is gewoon absurd. Maar ik noteer dat iedereen hier, aan Vlaamse kant, op de communisten na,
het daarmee eens is. Dus dat zal dan snel gestemd zijn in het parlement. Ik ben heel benieuwd. Ja.